Wat doet hij hier nu? Hoe kan een Yeti twee verschillende troepencapaciteit hebben? Dit is echt knettergek. In deze video gaan wij aan ChatGPT vragen om een aanvalstrategie samen te stellen om aan te vallen in Clash of Clans. Maar niet zomaar in Clash of Clans, we zullen die aanval doen in Legend League. Dus hopelijk kan ChatGPT er wat van en weet hij een beetje van Clash of Clans. Dus dat zullen we deze video te weten komen. Ik heb dit nog nooit eerder gedaan, dus ik ben heel erg benieuwd naar het resultaat. Laat alvast zeker even een likeje achter als je meer van dit soort content wilt zien. En maak jij nou deel uit van die 70% die nog niet geabonneerd is op dit kanaal, doe dat zeker even. Maar laten we niet langer meer wachten en gewoon beginnen aan deze video. We zijn hier nu op ChatGPT en ik denk niet dat het nodig is om uit te leggen wat het precies is. Volgens mij weten jullie het allemaal intussen tijd wel. Hopelijk komt hij met iets creatiefs. Dit is momenteel de prompt die ik heb samengesteld. Zoals jullie kunnen zien geef ik eerst wat context. Ik zeg dat ik status level 16 ben en dat ik een troepencapaciteit heb van 320. Aangezien ChatGPT toegang heeft tot heel veel data op het internet, neem ik aan dat hij dus bijvoorbeeld weet dat de healer 14 troepencapaciteit heeft bijvoorbeeld. Dus daarom geef ik dat hier als context erbij. Ik hoop dat hij iets leuks samenstelt. En ik vraag dan ook om een random troepencombinatie samen te stellen. Dus we zullen zien wat hij als eerste geeft. En als het nodig is, kunnen we kleine veranderingen maken aan het prompt. Dus we gaan hier eens kijken wat hij hier gaat zeggen. Oké, ChatGPT heeft hier nu een aanvalstrategie klaargezet. En natuurlijk heeft hij ook weer Electro Dragons erin gezet. 5 Electro Dragons, daar houdt dus ook ChatGPT van. Dit is dus het absolute bewijs dat Electro Dragons de beste troep zijn in Clash of Clans. Absoluut. Geen twijfel aan mogelijk. Daarnaast komen er ook nog 8 ballonnen bij en 6 toverdranken. Huh? Ik moet zeggen dat ik niet weet wat toverdranken zijn. Verder ook een P.E.K.K.A. Een P.E.K.K.A. met E-Dragons, dat kan interessant zijn. 8 boogschutters, 6 tovenaren en dan natuurlijk de helden. 5 keer woede ook, hij heeft er 2 keer woede bij gezet. Ik denk dat we de prompt een beetje moeten updaten. Dus we gaan eerst eens vragen, wat zijn toverdranken? Dus we gaan die prompt nu even versturen. Wat zijn toverdranken? Ah, natuurlijk bedoelt hij tovenaars. Hij geeft nu ons zelfs een geüpdate troepencombinatie. Dus de toverdranken zijn gewoon weg. We hebben hier dus nu gewoon tovenaars. 6 keer erbij. 5 heldenjagers. Ook een babydraak. En nog steeds natuurlijk de 5 Electro Dragons. Het is een heel rare combinatie van troepen. Maar het ziet er voorlopig nog oké uit. Wat we wel nog gaan moeten vragen is wat we dus in het klein kasteel moeten steken. Dat gaan we natuurlijk ook vragen aan ChatGPT. En hier, die spreuk ken ik ook niet precies. Dus we gaan nog eens vragen, wat zijn dit hier precies? Hopelijk gaat hij dus nu hier wat duidelijkheid op brengen. Nu heeft hij er een Yeti bij gedaan of zo. We zien hier nu ook de spreukencombinatie, ziet er wel allemaal in orde uit. Daar zit nu niks geks bij, dus we gaan even naar Clash of Clans en die dingen hier inzetten voordat we gaan vragen wat we in het klein kasteel gaan steken. Oké, we zijn hier nu terug in Clash of Clans en ik heb hier voor mij de troepencombinatie die ChatGPT heeft samengesteld. En daar komen dus als allereerste 5 Electro Dragons bij. Dus daar gaan we alvast eens op klikken. 8 ballonnen komen er ook bij. Dus we hopen dat alles goed samenpast. Ik heb nog niet geverifieerd of dat alle troepencapaciteit gebruikt wordt. Daarom dat we dat nu even checken. Er komt een P.E.K.K.A. bij. 8 boogschutters komen erbij. Dan ook nog 6 tovenaren en 5 heldenjagers. Die hebben we hier gelukkig ook. 5 heldenjagers, oké. 1 baby dragon. Een Yeti komt er ook nog bij. En dan hebben we dus duidelijk nog 15 capaciteit over. Dus wij gaan zo meteen nog even aan ChatGPT vragen om die laatste 15 te vullen. Voor de spreuken zie ik hier 2 woedespreuken, 2 ijsspreuken, ook een geneesspreuk, een vergifspreuk en een klonenspreuk. Ik gebruik even de woorden van ChatGPT. En voor de klonenspreuk, die lijkt niet te passen. Goed, we gaan gewoon 1 vriespreuk minder doen en we voegen een klonenspreuk toe. Dan past het allemaal wel. We gaan snel eens terug naar ChatGPT voor die laatste 15 troepen. En ook nog eens te vragen wat er in het kleinkasteel moet natuurlijk. Dit is wat we nu aan ChatGPT gaan vragen. We gaan eens kijken wat hij zegt voor die laatste 15. Oh, hij geeft ons gewoon 2 reacties zelfs. Dat heb ik nog niet eerder gezien. Wat doet hij hier nu? Hoe kan een Yeti 2 verschillende troepencapaciteit hebben? Dit is echt knettergek. Ik zie hier dat hij 1 Valkyrie en 5 boogschutters heeft gesuggereerd. En dat komt maar neer op 13. Dus we gaan gewoon 7 boogschutters doen. Dat is wat we erbij gaan trainen. En nu gaan we vragen wat we in het kleinkasteel moeten doen. Dit is nu wat we gaan vragen voor het kleinkasteel. We hebben 50 capaciteit voor troepen en 3 capaciteit voor spreuken. Dus we gaan het nog eens hier vragen. ChatGPT heeft ons verschillende opties hier gegeven. Maar onderaan geeft hij een aanbevolen configuratie. Dus wij gaan natuurlijk voor het aanbevolen. Want hij is onze trainer. En we gaan dus in het kleinkasteel
één Electro Dragon erbij nemen en 4 ballonnen. En als spreuk hebben we nog een extra goede spreuk en een gifspreuk. Dus we hadden gezegd dat we 1 extra Valkyrie erbij gingen nemen en dan 7 Archers. Dus die staan er nu allemaal. Dit zal onze aanvalstrategie zijn. Ik moet nu even wachten totdat de troepen getraind zijn. En zal in tussentijd ook troepen requesten voor in mijn klein kasteel. En dan gaan we deze aanval gewoon doen in Legend League. Ik hoop dat het goed komt, maar ja, ik heb er mijn twijfels aan. Goed, ik heb in tussentijd even naar Formule 1 qualifying gekeken, maar onze troepen staan nu zo goed als klaar. Ons klein kasteel zit nog niet vol, maar die gaan we snel kunnen vullen met de raid medals. Maar er is nog één belangrijk iets die we eigenlijk zijn vergeten te vragen aan ChatGPT, en dat is welke siege machine we moeten gebruiken. Dus dat gaan we nu snel even doen. Dus we hebben het hier geschreven, we gaan het op verzenden drukken en we gaan eens kijken wat dat hier zegt. ChatGPT heeft hier verschillende siege machines genoemd, 3 om precies te zijn, en gewoon de voor- en nadelen gelist. Maar als we even naar beneden scrollen, zien we dat die bij de geüpdate troepencombinatie nu de Stone Slammer als belegeringsmachine heeft gekozen. Dus dat is degene die we gaan gebruiken. En zoals jullie kunnen zien, heb ik gelukkig al een Stone Slammer klaarstaan. Dus ik ga gewoon een van mijn siege machines hier verwijderen, zodat we dus die Stone Slammer hier kunnen gebruiken. Wij gaan in de tussentijd hier gewoon ons klein kasteel vullen. Ik heb geen blimp nodig, dus dat gaan we alleszins even wegdoen, zodat we wat raid medals besparen. En we gaan hier onze troepen kopen. En tot slot gaan we hier gewoon 4 gems gebruiken voor die laatste troepen. Dus nu zou alles klaar moeten staan en wij gaan hier nu onze aanval doen in Legend League. Ik ben heel erg benieuwd, want ja, dit is een heel interessante aanvalstrategie. We gaan niet langer meer wachten. Het voordeel is dat we in Legend zitten en dus meteen een base zullen krijgen. We zullen jammer genoeg niet kunnen zoeken. Dat gaan we nu gewoon meteen doen. Hopelijk komt het goed. Dit is de base dat we krijgen. Meteen ook niet een van de makkelijkste bases, want het is een redelijk sterke status level 16. Ik heb om eerlijk te zijn geen idee hoe we dit gaan aanpakken. Ik hoop een 2-ster te halen, dus we gaan sowieso via boven aanvallen. En hopelijk kunnen we hier dus eventueel aan het stadshuis geraken. We hebben natuurlijk, we moeten hier de Stone Slammer pakken. En wat wij gaan doen, we gaan met onze helden en de P.E.K.K.A. hierboven proberen een beetje een funnel te creëren of gewoon langs de base te gaan. Mijn helden mogen langs de base gaan om zo diep mogelijk een beetje een funnel te creëren en wat extra procent te halen. Dus we gaan hier de grondtroepen neerzetten. En we gaan hier ook nog gewoon die hier neerzetten. We kunnen hier even ragen, waarom niet? En dan hebben we hier die headhunters die de helden dus neerhalen. Dat is nice. We gaan ook even de Valkyrie erbij zetten. En dan, wat kunnen we er nog meer bij zetten? We gaan de wizards even sparen. Hopelijk komt dit een beetje goed. We kunnen nu ook hier met de Royal Champion naar binnen gaan. Wat extra gebouwen clearen. Die Queen Ability. Nee! Oh, ik heb die Queen Ability. Ik dacht dat ze op de X-boog aan het schieten was, jammer genoeg. Oké, nu kunnen we hier naar binnen gaan. Stone Slammer. We gaan met de I-draken naar binnen. We hebben hier de Warden die nog hier is. Dus dit ziet er eigenlijk nog niet zo al te slecht uit. En we gaan hier nu die Warden Ability zo meteen gebruiken. Hoppakee, Warden Ability geactiveerd. We gaan hier nu met I-draken richting het midden van de base. We gaan hier gewoon klonen, waarom niet? Dit is een beetje een chaos, maar voorlopig ziet het er naar uit dat we hier dus wel gewoon 2 sterren gaan halen. We gaan hier die single target inferno freezen. Ik kan hier ook even wat poison spreuken opgooien. Maar ja, kijk, we hebben gewoon de 2-ster binnen. Maar het probleem is natuurlijk dat deze aanvalstrategie helemaal geen structuur heeft. Een P.E.K.K.A. en een Yeti met deze Electro Dragons, daar kun je weinig mee doen. Ik heb ook helemaal niet gezien dat wij nog die ballonnen hadden. Dus we gaan hier kijken of we hier nog wat extra defenses kunnen neerhalen. Zodat we met die wizards nog wat extra goud binnenpakken. We hebben natuurlijk ook nog deze archers. Dus we gaan hier een beetje rond die archers zetten. En hier voor wat afleiding. Archers met wizards voor extra goud. En ja, kijk mensen. We hebben 60% denk ik. Dat gaat alleszins wel lukken. Of het zal bij 95% blijven, jammer genoeg. Het ging beter dan ik had verwacht. Want
Ik was heel bang dat we een base gingen krijgen met het stadshuis in het midden. Dan wordt het echt moeilijk om met deze strategie 2 sterren zelfs te halen, want heel vaak gaan die E-dragons eigenlijk gewoon rond de base. Dus we hadden het geluk dat het stadshuis langs de zijkant stond een beetje, want dan konden die E-dragons heel makkelijk eraan als jij met je grondtroepen een beetje de weg vrij maakt. Maar als dat stadshuis in het midden was geweest, had dit verhaal heel anders geweest en denk ik dat we hier maar 1 ster hadden gehaald. Dus ik vind dit toch wel een succes met deze random aanvalstrategie. Laat in de reacties misschien zelf ook wat vragen achter die ik aan ChatGPT moet vragen. Misschien hebben jullie nog leuke ideeën voor challenges waarin we ChatGPT dus kunnen gebruiken in Clash of Clans. Dus laat dat absoluut weten in de reacties. Abonneer zeker even en laat even een like achter op de video. En voor de rest zie ik jullie hopelijk gewoon weer terug bij de volgende video. Later mensen.